coach, we hebben de uitmatch gewonnen, we hebben een goede uitgangspositie. Wat voor match verwacht jij dan eigenlijk morgen? Goh, ik denk toch, zoals we de Poolse ploeg kennen, dat ze altijd vrij gesloten spelen. En dat ze altijd wachten om uit te breken en wanneer de ruimte in onze rug zou komen. Maar zoals we gisteren heel goed georganiseerd gespeeld hebben, hoeft het eigenlijk niet echt voor ons. Maar toch, we wilden iets brengen naar het publiek toe. En als we heel snel zouden kunnen scoren, dan denk ik toch dat we daar dan klinisch kunnen in zijn. Dat we dan kunnen zeggen dat we gaan doorgaan. Het is een gevaarlijke match natuurlijk nog. Maar toch zitten we een beetje op rozen. En we gaan er dan toch vanuit dat we een ronde verder gaan. Iedereen is fit, er zijn geen blessures na de wedstrijd tegen Westland-Beveren. Wel, met de verleden week de Europese wedstrijd en de reis hebben we in het weekend een aantal rotatiemomenten gedaan met spelers. En daarom zijn ook iedereen die dan een kleine kwaaltje zat of een klein beetje vermoeid had, zijn die nu opnieuw present en 100% fit om morgen er tegenaan te gaan. Was je ook tevreden met de prestaties van de vervangers zondag? Absoluut. Ik denk dat we zelfs mogen lovend zijn zonder daarom hilarisch te zijn. Maar ik denk als je ziet hoe dat we ook aan de wedstrijd begonnen waren met toch heel wat beweging en goede combinaties. Alleen bleven de doelpunten een beetje te lang uit. Maar uiteindelijk vind ik dat we voor ons geduld dan toch beloond geweest zijn. En dat we toch vier doelpunten maken die ook in de combinatie gebeurd zijn. Het derde doelpunt van Jonathan David is een actie waar er 14 passes vooraf gaan. Dus dat betekent toch dat je ergens goed samengespeeld hebt en op het juiste moment toeslaat. Het niveau is dus stijgende voor de kwalificatie. Ik hoop het. Dat is de bedoeling ook. Er zitten nog een aantal jongens die nog maar pas bij de groep gekomen zijn. Dus automatisme moeten misschien nog wel wat de luchten in. Maar wat mij tevreden stemt is de vier doelpunten en de efficiëntie die we dan in de eerste twee matchen niet behaald hebben. We zijn nu wel aanwezig de laatste twee wedstrijden en we hopen echt wel dat we die lijn kunnen doortrekken.